Beste mensen, mag ik heel even jullie aandacht? We staan hier binnen en ik zal het zelf zo kort mogelijk maken. Afgelopen seizoen hebben jullie gezien dat de stichting de aardig wat aan gedaan heeft om mensen binnen te halen. Om het jullie zo Business Club leden zo bekwaam mogelijk te maken. Onder andere afdag gemaakt. Er wordt heel vaak wat georganiseerd zaterdag om maar de binding te krijgen met de sponsoren. Want dit hoort dus eigenlijk een clubje te zijn waar je dus naast je hele week werken gewoon ook nog even lekker kan netwerken. Lekker van de zaterdagmiddag genieten en hopelijk van heel veel mooi voetbal. Nou, dat is wat wisselend geweest het afgelopen jaar. Maar voorlopig hebben we met z'n allen wel het gered dat Nunspeter erin gebleven is. We hopen eigenlijk met deze Business Club dat die groeit. Dat er een nieuw elan op weer komt. Nieuwe mensen ook in het bestuur van de Business Club. En dat is ook de reden dat ik hier sta, want ik had hier natuurlijk helemaal niet horen te staan. Want Peter Keur is nog steeds onze voorzitter van de stichting en die laat zich verhinderen in verband met vakantie. En Erik Molenschot, de beoogd nieuwe voorzitter van de stichting, die moest helaas afhaken met andere verplichtingen. Dat betekent dat u het vanavond met mij moet doen. Nou, en ook een hele eer. Naast dat ik altijd voorzitter ben van de sponsorcommissie, nou wat eigenlijk kleine broertjes van de stichting, ben ik ook nog bestuurslid. Dus ik doe dat graag even. Jullie dus welkom heten bij toch een belangrijk ding. Dat is dat we ook vandaag weer een nieuw contract gaan tekenen. Daar zal ik zo eventjes op terugkomen. En Betty zal daarna nog een aantal mensen ook eventjes nog in het zonnetje zetten. Want die hebben ook hun stinkende best om er even zo te zeggen dit jaar weer gedaan om deze Business Club ook draaiende te houden. Ik hoop echt voor volgend jaar dat we steeds een uitbreiding krijgen van de Business Club. Maandagavond hebben we onder andere met de sponsorcommissie hebben een aantal Business Club leden en sponsoren uitgenodigd om met elkaar eens te gaan praten van wat zouden we nog kunnen doen om wat meer energie te krijgen. En het vervelende is altijd, zeg nooit wat van de mensen die hier elke zaterdag zijn, hè? Want die wil ik dan ook van harte bedanken steeds voor hun komst. Zeg meer van mensen die niet komen. En hoe krijgen we het dan voor elkaar om die mensen er ook erbij te laten komen? We hebben een leuke sponsoravond gehad, waar iedereen enthousiast over was. Nou, dan hoop ik dat iedereen dat uitdraagt van de sponsoren die hier zijn, dat zegt van, oh, je hebt echt wat gemist omdat je niet geweest bent. En het zou mooi zijn dat we ook aanwas krijgen weer van de Business Club en het aantal sponsoren. Als we om ons heen kijken, mogen we echt niet klagen met wat we aan sponsoren hebben, aan reclameborden, aan ballersponsoren. Maar zeker ook de Business Club leden waar we allemaal donders goed als vereniging weten dat we daar die mensen hard nodig hebben om het voetbal op het niveau te houden zoals we dat dit hebben. En dat is, dat vind ik altijd nog minimaal eerste klas met de ambitie om altijd nog hoger te worden. Hiermee heb ik eigenlijk genoeg gezegd en wil ik eigenlijk overgaan naar wat dan hartstikke mooi is, dat je uitbreiding steeds ook van je Business Club hebt. En de heer Schouten van het bedrijf Diesel, personeelsdiensten, dat is jullie core business. Diesel op de speciale manier, hè, want anders krijg je problemen met het grote Diesel waarschijnlijk. Dus Diesel, jullie S'je staat net iets anders. Ja, dat is hoofdletter, ja. In het logo. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie namens de stichting spreken dan. Business Club, ik hoop dat je hier een hele leuke tijd hebt, dat je hier kan netwerken. En wie weet, er zijn ook wel spelers van het eerste die nog misschien nog een job moeten hebben. Daar kun je wat in betekenen. Dan geef ik Bertie nu het woord om te tekenen en de lichtplegingen te doen. Oké, vanmorgen hadden we ook al de eer om een nieuw businesslid binnen te halen. Dat was Stella. Die is businesslid geworden, 4 sterren. En die hebben vanmorgen getekend dat ze vandaag die Duchenne Heroes hebben op de markt. Dus daar sponsoren hun al. Dus die dat contract hebben vanmorgen getekend. Nou, voor jou was al een keer uitgesteld helaas. Ja. Dus nu hebben we dan de laatste wedstrijd. Misschien wil je nog iets over je bedrijf vertellen. Zodat de mensen ook weten van wat het inhoudt en of waar ze bij jou terecht kunnen. Wij zijn een soort van uitzendbureau eigenlijk. Niet zo lang geleden gevestigd in Nunspeet. We zitten altijd al in Ermelo en in Twello. Het hoofdkantoor zit in Uddel. We hebben niet echt een specialisme of zo, maar we proberen eigenlijk branchebreed en op allerlei niveaus wat te betekenen voor bedrijven die op zoek zijn naar mensen en voor mensen die op zoek zijn naar werk. Dus loop rustig binnen. We zitten naast de Action. Dus makkelijk te vinden, denk ik, voor de Nunspeeters. Loop genoeg in ieder geval, dus jullie zijn allemaal welkom. Ja, dan gaan we nu even naar de tekening. Ik heb hier voor jou de Nunspeeterpin alvast, die mag je meenemen. Ja,
alsnog welkom. Ja, dankjewel. Deze kant. Kijk. Ja, dankjewel. Mag je thuis komen? Kan mooi in de tuin, ja precies. Ja, hè? Dankjewel. Ja.